Goedemiddag, ik ben Martin Hagen, wethouder in Alkmaar. We zijn zojuist geweest bij een bijeenkomst over de regionale sociale agenda. Ik denk dat de regionale sociale agenda de mogelijkheid biedt voor gemeenten om het net één tikje beter te doen dan dat ze op grond van inzet van hun eigen middelen zouden kunnen bereiken. En uiteindelijk plukken burgers daar de vruchten van. In het samenwerkingsverband rond Alkmaar zijn we druk bezig met het opstellen van de lokale sociale agenda. Die sluit aan bij de regionale sociale agenda. En ik denk dat op het gebied van de uitvoering van de kwaliteitszorg, dat we daar echt een extra impuls krijgen door die provinciale regionale agenda. In dat hele traject proberen we vanaf het begin af aan ook de burgerparticipatie voldoende vorm en inhoud te geven. Dat doen we door, waar dat mogelijk is, regionale koepels van cliëntenorganisaties daarbij te betrekken. Maar ook aan individuen te vragen, klanten, wat vindt u ervan, wat wilt u en welke kant zou het op moeten gaan?